Van huis uit sportinstructeur. Mijn belangstelling voor longevity stamt al vanaf mijn 18e. Ik ging studeren. Ik heb psychologie en medicijnen gestudeerd. Dus een wat andere achtergrond dan je verwacht van, laten we zeggen, een sportinstructeur. Maar een van de eerste vragen die een professor mij stelde, of eigenlijk de hele zaal stelde, met alle nieuwejaars, en dan zit je met 400-500 man in een grote zaal, is: denk eens na en beantwoord mij de vraag: waarom worden we ouder? En zo is dat ook gegroeid. En tegelijkertijd zag ik ook in de lijn die ik volgde als sportinstructeur, dat er allerlei verbindingen ontstonden. Net zoals hier net al genoemd. Dus op dit moment, het ouder worden aan zich vind ik niet vreselijk belangrijk. Het is een spin-off van gezonder ouder worden. En dat heeft zo vreselijk veel componenten. En in die jaren, want ik ben nu 93 jaar oud, in die jaren... In die jaren zie je dat er een heleboel ontwikkeling is geweest. Ik zag in een mailwisseling tussen een aantal sprekers ook over hormoontherapie, over dat soort zaken. En ook in de sport is dat voorbij gekomen op een heleboel manieren, eerlijk, oneerlijk, noem het maar op, doping. Alle antioxidanten, alle theorieën kwamen voorbij. Hoe gaan we dit bereiken, wat gaan we ermee doen? Ik ben dus anders dan net Arjan nog wel van het idee dat mensen zichzelf zullen redden. Dus ik geloof niet dat we over 5 jaar onder de AK-47 rondlopen in een door oorlogen en of klimaatverwoeste aarde. En ik ben dus erg van mening dat we gewoon goed voor onszelf moeten zorgen. Niet alleen op mezelf gericht, maar ook op iedereen. En waar ik net mee begon, is als je Aubrey de Grey aanhaalt, en ik vind het voorrecht om straks in ieder geval mogelijk zelfs live te zien. De eerste mens die 1000 jaar oud wordt, is al geboren, is mogelijk 60 jaar oud op dit moment. Daar geloof ik in. En als je dat zegt, en hij doet het ook opzettelijk om ervoor te zorgen dat je een reactie uitloopt, want dat doe je wel. De meeste mensen slaan dan direct in de modus van, dat is belachelijk en als iets belachelijk is, hoef ik er niet meer over na te denken. Dus in die zin vind ik het erg fijn om hier met mensen te zitten, waar we wel gewoon open kunnen praten over dit soort dingen en mogelijk ook via YouTube in dit geval meer mensen geïnteresseerd kunnen krijgen, want en ik geef voor jullie begrip, ik ontwikkel en geef allerlei vormen van groepstraining, dat kan spinning zijn of het kan training zijn met halters of noem het allemaal op, waarin ik probeer mensen aan het bewegen te krijgen en te houden. Over het algemeen vinden mensen bewegen niet zo leuk, dus daarover nagedacht, maar die mensen kan ik ook mooi voorleggen, omdat ze al meer dan gemiddeld zijn geïnteresseerd in gezondheid. Alhoewel sport en gezondheid twee volgeslagen verschillende dingen zijn. Van sport word je fitter, niet per se gezonder, soms zelfs ongezonder. Gezondheid heeft niet een speciale look of een hoge fitheidsgehalte. Maar als je aan die mensen vraagt, hoe zou je het nou vinden als er een middel zou worden uitgevonden wat het mogelijk maakt dat jij, laten we zeggen, nog maar ten opzichte van wat je nu hebt, nog maar een de helft of minder procent kans hebt dat je een kanker ontwikkelt of dat je Alzheimer krijgt, hoe zou je dat vinden? En mensen zijn er over het algemeen wel vrij positief over, maar als je dan zegt van ja, maar dat moet je elke dag gebruiken en dat kost je ongeveer 20 of 30 euro per maand, dan gaat de handel naar beneden. Als je er overheen gooit, als je nou kanker hebt, of in ieder geval geconstateerd een cluster van cellen die we maar een kanker noemen voor het gemak, wat zou je eraan doen om er vanaf te komen? Ze zouden hun huis nog verkopen. Dus je merkt dat preventie voor mensen heel moeilijk is. En eigenlijk is hetgeen wat wij proberen is te voorkomen dat we verouderen met een spin-off, dat we daar ziek van worden. Ik denk dat de consensus hier algemeen wel is dat veroudering ontstaat door processen in cellen die niet meer zo vloeiend verlopen als dat ze in het begin deden. En we moeten dus kijken hoe we dat kunnen counteren, wat we daaraan kunnen doen. Ik ben geen wetenschapper, niet geworden omdat ik daar veel te pragmatisch voor ben. Maar ik vind het wel leuk om te horen als wetenschappers er een idee over hebben, om dan te kijken
hoe kan ik dit voor mezelf en voor mijn omgeving en daarna als spiegel voor anderen uitwerken. En wat ik heb gedaan is, ik ben uitgegaan van het principe, er zijn twee groepen waar je heel goed aan kan zien wat supplement of supplementering met middelen doet. Dat zijn mensen die heel erg ziek zijn en dat zijn mensen die heel erg aan de randen van hun fysieke vermogen zitten. Alles wat in het midden zit, dus mensen die dus eigenlijk steeds normaal gezond leven, is het vaak veel moeilijk om te zien wat iets doet. Bij sporters, en daar ben ik van uitgegaan, kan ik bijvoorbeeld zien dat als celprocessen sneller of makkelijker verlopen, of schoner, bijvoorbeeld mitochondriën die vermeerderen of schoner produceren, dan zie je dat hun sportieve prestaties vooruit gaan. Nou, vanaf midden jaren 80 werd dat vooral gedaan, je kon het doen met doping. Nou, we weten wat dat doet, maar we weten ook wat de bijverschijnselen ervan zijn. En je kan het doen bijvoorbeeld door, en dat werd toen gedaan, conventionele vitamine, mineralen, spoorelementen, dat soort zaken. En daar kon je hele goede resultaten mee boeken. Even vooropgesteld, dat legt iedereen uit, het verhaal kwam net bij jou voorbij, tandenpoetsen nummer 1. En dan doe ik niet alleen tandenpoetsen, maar dan doe ik de boel echt schoonhouden. Want dat soort bacteriën zijn niet goed. Het is goed dat we een riool gekregen hebben, dat scheelt een heel stuk. Maar ik ben het eens met de stelling dat we eigenlijk niet echt veel ouder zijn geworden, maar dat algemeen gesproken mensen langer behandeld kunnen worden en dat je minder sterfte hebt voor bijvoorbeeld kinderen of voor baby's. Dus dat is de gemiddelde leeftijdsstijging wel. Maar op dit moment ben ik net zoals Gabriel Kreek van overtuigd, de eerste mensen die 1000 jaar oud wordt al is geboren op dit moment. En dan zou hier kunnen zitten in de zaal. Misschien ben ik het. Ja, dat ben ik. Ja, wie is het? Ik heb er al een keer op geroep op gekregen. Ik ben de eerste Nederlander die 500 geworden. En mensen gaan mensen lachen er hartelijk om. Nog maar de helft, hè? Maar het zijn wel, dit zijn wel de mensen die er ook daadwerkelijk zo mee bezig zijn, dat het ook daadwerkelijk gehaald kan gaan worden. Ik geloof dat niet in grote onderzoeken, wat net ook gezegd werd, als je het Calico pakt of je pakt meer van dat soort bedrijven. Als bedrijven heel druk mee aan de slag gaan, dan zit je met een probleem. Die willen hun geld terugverdienen. En op dit moment zie je ook bijvoorbeeld, los van het anti-verouderend effect van een aantal zaken die ik zo ga noemen, want ik heb daadwerkelijk echt een strategie. En de een zal mij een stuntman noemen en de ander die zegt je bent een, laten we zeggen, visionair. Dat is net waar je vanuit gaat. Maar wat ik vooral zie is dat op het moment dat mensen een probleem hebben, moet daar gelijk aan gewerkt worden. Op het moment dat ze het niet hebben, dan doet niemand wat aan. En dit soort strategieën hebben eigenlijk alleen zin als je daar diepzinnig van overtuigd bent en dat ook gaat uitvoeren. In de jaren 80 waren het dus voornamelijk de antioxidanten. Je kan daar heel veel van zeggen, je kunt er veel, je kunt er weinig van nemen. Dat het in zekere mate een effect heeft is duidelijk, maar het is een remmend effect. En wat ik veel interessanter vond, is er ook een effect te creëren wat niet alleen maar afremt, maar ook gaat regenereren. In de jaren 90 waren daar eerste tekenen van, maar de echte ontwikkeling, en daar ben ik het met Arjan heel sterk eens, je ziet soms een tipping point, dat er vanaf een bepaald jaar, in dit geval durf ik te zeggen vanaf 2006-2007, met het onderzoek naar resveratrol, voor de meeste mensen een resveratrol bekende naam? Nee. Oké. Okay. Nou, resveratrol is een stof die eigenlijk een afweerstof is, je vindt in de schil van rode druif, maar ook in planten, met name Japanese knotwiet, Japanse knotwilgje. Is gewoon een onkruid. En onkruid zijn over het algemeen de leveranciers van de sterkste antistoffen. Onkruid vergaat niet. Dus ook niet tegen gif. Of ook niet tegen gif. Dat heeft te maken met het afweersysteem van de plant. En er was een professor Sinclair. En die vond op Harvard. Nou, stuur je muizen uit. Dat muizen gevoed werden gevoed met resveratrol. In een hoge concentratie. Dus dat was 98%. Er zit heel verschil in. Bij kruidvat kun je tegenwoordig ook kopen. Alleen daar heb je niet zoveel aan. Lange leefde, maar met name veel vitaler bleef. En voor een groot deel verschoond van onder andere kanker. Waarbij je kanker omschrijft. Er was net even heel kort van tevoren een discussie over wat is ziekte? Vroeger zou ik ziekte, of wat is gezondheid? Want vroeger zou ik gezondheid hebben omschreven als de afwezigheid van ziekte. Maar zo makkelijk is het niet meer. Zoals ik het nu zie, is er een constant proces aan de gang. Van als je lichaam omschrijft als een burcht, die wordt belegerd. Van constante aanval op die burcht. En dat is een constant proces. En in mijn ogen is elke vorm van ziekte kanker. Als je kanker omschrijft als dat cellen aanwezig zijn in je lichaam die niet doen wat ze zouden moeten doen. Het kan zijn dat ze als een soort zombie doorgaan, dus zichzelf niet opheffen. Het kan zijn dat ze dingen aan het produceren zijn die ze niet mogen produceren. Maar hoe dan ook, van het kleinste vlekje op je huid tot op microscopisch niveau, heb je altijd kanker. In elke vorm. Alleen je lichaam is in staat via het immuunsysteem om die kanker
te onderdrukken. Klein te houden, zo klein mogelijk in ieder geval. Naarmate hij ouder wordt, wordt het immuunsysteem minder sterk, komt dat dus omhoog, kan het tot problemen leiden, uiteindelijk tot clusters. Dat hele idee van metastase, want dat hoor je ook vaak, en de behandeling ervan, is in mijn ogen niet waar. Wat er gebeurt, is je hebt gelijktijdig op verschillende plekken in je lichaam slechte circulatie van onder andere voedingsstoffen of de afvoer van afvalstoffen en dus ook de aanvoer van witte bloedlichaampjes op plekken waar het nodig is. Wat is metastase? Metastase is de verbreiding. Ja, commercieel gezien is kanker is commercie. En net zoals dat straks antivuiling commercie wordt. En wat is nou mooier dan 1000 soorten kanker verzinnen? Dus je hebt longkanker, je hebt leverkanker, je hebt gewoon kanker. Hoe dan ook. En als jij denkt niet dat een longkanker anders is dan leverkanker, het zijn cellen die niet doen wat ze moeten doen. En het idee nu is dat, en dat is raar vanwege dat het idee is dat als je al verschillende soorten zou hebben, dat die ze kunnen verspreiden. In mijn ogen, en dat geldt ook voor veroudering algemeen, heb je altijd op alle plekken in je lichaam, op dit moment ook, kanker. Alleen je lichaam kan die cellen gewoon counteren. En op het moment dat je lichaam dat niet voldoende kan, om allerlei redenen, kan zijn de slechte circulatie, slechte voeding, slechte weet ik veel wat allemaal, veroudering, dus je immuunsysteem minder wordt, krijgt zo'n cel of cellen krijgt de kans zich te ontwikkelen tot wij het zien. Want we zien veel dingen niet. En als het dan wordt gezien, zeggen ze dat op de plek waar het zit dat jij daar kanker hebt. Om dan vervolgens met napalm er tegenaan te gaan, dat doen we ook al 30, 40 jaar, ik hoorde net opmerken over oncologisch, iemand die moet geloven is oncoloog. Die gaat daar druk tegenaan met allerlei middelen die ervoor zorgen dat het immuunsysteem nog veel slechter wordt dan dat het al was. Die kanker die ze daar zagen is weg. Hè? U bent schoon, alsof een mens ooit vies kan zijn. Om dan vervolgens het raar te vinden dat 2 jaar later je plotseling overal clusters van cellen hebt die niet doen wat ze moeten doen. Dat is een beeld wat we nu al 20, 30 jaar zien. En ze zeggen, ja, hij heeft zich uitgezaaid. Nee. Je hebt op dat moment het immuunsysteem helemaal onder druk. Je hebt je lichaam geen enkele kans meer gegeven zelf te herstellen. Want er is maar één redding voor dit soort dingen, is je eigen systeem. Er is geen medicijn die gaat helpen. En vanuit dat perspectief, koppelend aan onder andere longevity, ga je denken, oké, als je ouder wordt, dan moet die cel dus constant delen. Heeft het niet, is voor iedereen bekend? Nee. Nou. Je kan, er is een wetenschap geweest, en die is, ik weet niet in hun leven. Een cel kan zich maar een x aantal keer, hij mag 51, 52 keer delen en dan is het sloes. Dat is ook maar de vraag, maar goed, dat is het idee. En het idee daarmee is dat je ook een bepaalde hoeveelheid, je wordt geboren dus met een bepaalde hoeveelheid DNA, en dat zou dan tot een bepaalde leeftijd kunnen rekken. Bijvoorbeeld voor mensen 105, 107 keer is in orde van grootte. Die hefelijking niet, die komt steeds naderbij. En naarmate die cellen delen, het zijn de fouten in kopietjes, en dan ga je dus denken, hoe kunnen we dat voorkomen? Of hoe kunnen we die cellen updaten? Nou, vanaf tot, laten we zeggen, half, tot 2005, dus de half 2000 jaren, waren het voornamelijk antioxidanten, was aan het remmen. Als je sportte, zoals ik dat deed en doe, kon je daar wel wat mee bereiken, want als sporter dacht ik over na, nou goed, ik sport, er komen veel vrije radicalen vrij, dat zijn afvalstoffen die bij verbrandingsprocessen vrijkomen, je gaat je leeft door zuurstof, maar je gaat nog eerder dood door het niet te nemen, dus het is een beetje dent if you do, dent if you don't, maar ik weet dat ik veel te veel doe, wat ik doe is niet oké, dat is een 20 keer of meer sporten en dat is allemaal leuk voor de meisjes en om te presteren, maar dat is niet gezond voor je. En het zou wel zo kunnen zijn dat je dan eens wat minder oud gaat worden. Dus vandaar ook mij. Is het dan ook niet zo dat je allemaal beschadigingen, zeg maar kleine beschadigingen in je spieren krijgt en dat dan weer aanmechtingspunten zijn voor tumoren? Of werkt dat niet zo? Nee, zo simpel werkt het niet. Nee, het is niet zo dat een sporter. Ik ben wel van mening dat met name, dat is een kort zijtakje, maar als je mensen al laat bewegen, je wil circulatie op gang brengen. Circulatie is eigenlijk de bron van alles. Ik vergelijk het lichaam een klein beetje met een sushibar. Daar heb je iedereen vast misschien aan een sushibar gegeten, zo'n bandje wat ronddraait, daar kun je schoteltjes van afhalen. Dan kunnen bij een sushibar 2 dingen fout gaan. Je kunt er niet niks opzetten, dan draait het barretje rond, maar er komt niks. Dus dat betekent dat je goed moet eten en goed moet opletten wat je tot je neemt. Of je kunt er heel veel opzetten, maar het barretje draait niet of niet goed genoeg. Dan komt het niet waar het moet komen. Dus terug naar voor mij de redenatie van sport.
is op het moment dat je sport, dan kun je, je ziet grotendeels, zie je mensen op het ogenblik, ja. Is dat misschien ook de reden waarom bepaalde orale middelen minder goed of effectief werken als bijvoorbeeld injecties? Nou, orale middelen komen, voor, komen eerst door je leven heen. Dus een groot deel van wat je oraal neemt, zeker aan medicijnen of supplement, wordt door je leven al gestopt. Okay. Je zou bijvoorbeeld kunnen overwegen te sprayen, dus onder je tong. Maar terzijde, als je voldoende orale middelen neemt, komt nog wel meer. Maar als iemand heel veel sport, dan zou je denken dat het een hele goede circulatie op gang brengt. Maar als iemand bijvoorbeeld marathons loopt, dus lang duur loopt, dan gaat het fout. Als mens moet je nadenken over wat ben je biologisch. En biologisch zijn wij verouderde apen. Tuurlijk heb je volkeren in Oost-Afrika die zich hebben aangepast om heel lang te lopen. Maar vaak werden ze ook natuurlijk niet zo oud. En het idee van mij is als volgt. Als je sport moet je het snel, vlug en zwaar doen. En dat moet zoveel mogelijk spieren omvatten. En niet één spiergroep. Als je bijvoorbeeld alleen je benen traint, want je lichaam doet heel efficiënt. Dus de vaten die naar die benen gaan, wijder openzetten. En iedereen kent het systeem wel van als jij een waterlijnnet hebt en je hebt één heel grote, hele grote leiding en je hebt hele kleine aftakkingjes, dan staat op die kleine aftakking nauwelijks meer druk. Haarvaatjes zijn zo'n voorbeeld en met name je extremiteiten, dus je huid, met name een hele belangrijke orgaan, worden beïnvloed door haarvaatjes. En op het moment dat je heel veel sport en met name duursport doet, dat er ook niet zoveel druk op staat, want dat moet over de lange termijn gewoon alleen maar die benen circuleren, dan krijg je dat die extremiteiten, eigenlijk te weinig voeding, zuurstof en ook weer afvoer van afvalstoffen krijgen. Waardoor daar juist de kankers ontstaan. Dus wat mij betreft, en dat onderzoek is nog niet geweest, maar als je wil onderzoeken wat de correlatie is tussen het ontstaan van clusters van foute cellen, noem het tumoren, en sport, dan ga je vinden dat met name de duursporter daar meer last van gaat hebben. Denk niet dat een sporter minder last van kanker heeft. De beste vorm van sport zijn korte, heftige sprints, zoals je ook in de natuur daadwerkelijk zou doen. Wij zijn goed in wandelen, dat kunnen we prima, kunnen we langdurig doen, verzamelen. En we zijn goed in kort sprinten, of de sprinten om te jagen of weg te rennen. En in die zin zou je ook sport... Daar is ook een hele andere theorie over trouwens. Het is heel theoretisch wat jullie zeggen. Ja. Dat is ook een theorie wat mensen zich heeft kunnen ontwikkelen, omdat wij langer kunnen lopen dan de meeste dieren. Ja. Dus wij kunnen als het ware dagen achter elkaar... hardlopend. Ja, hardlopend. Die kent de theorie. Ja, nee, maar dat is ook een theorie. Ik ken hem. En dat is ik noem dat de Oost-Afrika-theorie. Maar als je dan kijkt hoe oud die mensen werden ten opzichte van de mensen die op de andere manier leven, dan word je er niet zo heel vrolijk van. Dus er zitten wel mensen er maar aan. Nee, maar dit gaat over mensen. Ja, exact. Dat klopt. Maar... voor mij, en ook als je kijkt naar het circulatiesysteem, zou dat voor ons, als we hier nu zitten, een foute manier zijn te doen. Simpelweg omdat je... Maar dit is een gedachteconstructie. Absoluut. Van jouzelf? Absoluut. Okay. Absoluut. Maar, heb je het nou over iets zoals Maxotie of intervaltraining? Je wil een intervaltraining doen op een hoge intensiteit en heel gevarieerd. Dus je wil ook je lichaam geen gewoontes gaan geven. Maar dat is even een zijtakje, want wat je namelijk daarmee wil, is je wil circulatie in je lichaam op gang brengen. Want we kunnen pillen slikken wat we willen. Je gaat vaak naar congressen en daar heb je mensen met de meest mooie theorieën en mooie moleculen. Maar aan het einde van de rit moet het wel komen waar het moet komen. Dat is belangrijk. Dus dat voorafgesteld. Resveratrol was een eerste en een hele belangrijke stap. Voor de meeste mensen die iets met longevity te maken hebben, toch niet gewoon een bekende naam. Maar nog steeds praat je over het remmen van veroudering. Het lijkt erop dat resveratrol ontwerkingsmechanisme wordt nog steeds onderzocht, maar in ieder geval botweg ervoor zorgt, via allerlei werkingsmechanismen, dat je je mitochondriën, dat zijn cellichaampjes die energie produceren, verheert en dat ze ook schoner gaan produceren. Naast dat het gewoon zelf een sterke antioxidant is, dus ervoor zorgt dat dingen opgeruimd worden. Het is dus voor mij, als je het hebt over heel pragmatisch, wat doe je nu precies om ervoor te zorgen dat die 250, 500 of 1000 jaar leven en dan niet als een oude zak, maar gewoon zoals het nu zit, wil ik ook zelfs 100 of 150 en hoe ga je dat bereiken? Dat was de eerste stap. Daarna kwam er een onderzoek over telomeren en telomerase. Wat zegt jullie allemaal iets? De uiteinden van je DNA-strengen zijn net een soort schoenveters. Als je naar die schoenveters kijkt, zit er zo'n plastic stukje aan, elke keer als een cel deelt. Dan gaat er een klein stukje vanaf. Helaas, tijdens de deling
blijft dat dus ook, het geeft een boodschap mee, het moet maar zo kort zijn. En er is een tijd geweest dat één op één direct werd gedacht, die uiteinden zijn exact gelijk aan je levensspan. Is waarschijnlijk niet helemaal zo, maar er zit wel een correlatie in die heel interessant is. En nog geen 2-3 jaar geleden, je hebt een fabrikant van de middel, dat heet TH65. Laag die heel erg onder de loep, omdat dat allemaal toch weer onzin zou blijken. Het laatste jaar blijkt het weer helemaal geen onzin. Dus erg interessant is het wel, schuift op en neer. Net als bij resveratrol, toch? Nou, resveratrol heeft, dat is eigenlijk altijd wel stabiel geweest. Alleen je hebt een aantal mensen gehad die op de golf van het positieve nieuws alleen neponderzoeken publiceerden. Waarmee resveratrol zelf de schuld niet heeft. Maar de mensen die dat publiceert wel, die wilden ook op die golf meeliften. Maar algemeen gesproken is over resveratrol weinig wanklank te vinden, behalve neponderzoek. Ik heb daar iets anders over. Ik heb daar zelfs een keer een artikel over geschreven, dat heb ik ook met jou gedeeld. Ja. GlaxoSmith Kline, volgens mij destijds het grootste farmaceutische bedrijf, voor ongeveer $1 miljard, iets minder, dat onderzoeksbedrijf van resveratrol heeft opgekocht. En kort daarna zeiden ze, nou, we kunnen het eigenlijk niet herhalen, die positieve effecten. Nee. We laten het bij zitten. En er is onlangs een grote studie, Italiaans ken je, 800 mensen. Waarbij dus, die dat is een interventiestudie geweest, placebo gecontroleerd. Ja. Dat is echt golden standard en zo. En daarbij is dus geen gunstig effect gevonden. Van. Maar was dat wijn drinken of was dat... Nee, dat is wel een resveratrol. Want er zijn dus ook net onderzoeken. Ik heb voor mezelf, zie ik, want ik kan niet zeggen dat ik wetenschappelijk onderzoek doe in de zin van dat je het helemaal controleert. Wat ik wel zie, is ik heb een aantal sporters rondlopen die heel erg op de grens van de kunde zitten. En dat was midden jaren 90 ook al zo. En als iemand met een heel gestandardiseerd voedingspatroon, een heel gestandardiseerd trainingspatroon, bijvoorbeeld roeiwedstrijden doet. En daar is een hele duidelijke tijd voor. Dus net zoals dat een sprinter 9:72 sprint. Als die dan een middel gaat gebruiken, waarin die in één keer een tiende of meer van een seconde eraf rent, dan is dat vreemd. Als de 1 is. Dat is heel opvallend. Als de 10 zijn, dan is het meer dan opvallend, dan begint het patroon te worden. En dat geldt voor resveratrol in ieder geval wel in sport. Dus dat zie ik wel. Wat ik ook zie, ik heb veel contact in Amerika. En vroeger was ik vanuit, laten we zeggen, de druïde-achtige lagere school hier vrij links opgevoed. In de vorm van dat alles. Druïde-achtige. Ja, zo noem ik ze. Kale trutten. Die alles volgens de Greenpeace-lijnen en volgens wat de overheid graag wil vertellen, kwam ik in Amerika en daar kreeg ik allerlei complottheorieën in mijn oren. Over van alles en nog wat. De wereld zou niet bestuurd worden door regeringen, maar door Bilderberggroepen en noem maar op. En in het begin stond ik er heel erg sceptisch in, tot er langzaam maar zeker meer dingen op zijn plek begonnen te vallen. En dat geldt voor dit soort zaken ook. In Amerika zeggen ze bij dit soort dingen, follow the money. Kijk waar het geld zit en wat belangen zijn. Bijvoorbeeld, hennep is een voorbeeld. Het ging net even over brandstof. En met hennep zou je het hele brandstof, bouw en vervuilingsprobleem ook kunnen oplossen. Op een hele simpele manier. Maar midden jaren, in de jaren 30 en 40 van de vorige eeuw, was er een papierfabrikant. En die had ook alle kranten in Amerika in handen. Die vond het niet zo aardig dat er een manier werd gevonden om papier uit hennep te maken goedkoper. Die heeft toen gevonden dat als je hennep rookte, en dat wisten ze al, dat het hallucinerend werkte. En die heeft dat vermaakt tot een druk. Dat heeft hij 2 jaar lang gepropageerd. En binnen, ik dacht, minder dan 20 minuten, terwijl dat normaal 4 maanden nodig heeft, is door het congres naar Amerika heen gekomen dat hennep levensgevaarlijk was, dat het een druk was en dat we daar vooral niet mee door moesten gaan. Met andere woorden, die hele correlatie. Daar heb je de medische zicht in Nederland voor. De symbiose tussen hen en de mens werd in één keer opgeheven. Waaraan ik zag dat er een patroon is tussen belangen en wat er wordt gecommuniceerd. Dus je moet wel goed uitkijken als er wordt gecommuniceerd, wie het precies communiceert. Echt belangrijk. Maar als ik dus hoor van een GlaxoSmithKline, waar we van weten, net zoals Roche of dat soort bedrijven, die helemaal niet zitten te wachten op een niet te patenteren middel als resveratrol, die in één keer allerlei problemen zal oplossen, en problemen waar zij nu stinkend rijk van worden, dan heb ik zoiets van, ik ben meer van mening dat zij dit hebben opgekocht om ervoor te zorgen dat ze zo snel mogelijk, of in ieder geval zo stil mogelijk, kunnen doven die handel. Wat hebben ze opgekocht?
Het bedrijf wat oorspronkelijk dat onderzoek naar respiratoren heeft gedaan. Dus, het was er kennelijk bijna een miljard waard. Maar een miljard stelt niet voor als je ziet wat... Maar de intentie erachter, jij hebt een andere blik op dan... Ik kan het niet bewijzen, maar wat ik wel kan bewijzen is het volgende. Hier achter mij zien jullie een molecuul. En dat is het C60 molecuul. We hadden het net over koolstof en dat op de wereld praktisch alles uit koolstof is opgebouwd. En mijn belangrijkste betoog vandaag gaat hierover. Want er zijn een heleboel middelen en strategieën om veroudering te voorkomen. Maar ik denk dat dit nog een van de meest interessante is. Al sinds midden jaren 80 wordt er onderzoek gedaan naar het C60 deeltje. En dat wordt dus door sommigen ook wel cold particle genoemd. Daar wordt ruim mee gezwaaid, want je hebt meer particles die cold particle genoemd worden. Maar interessant aan deze is dat vanaf midden jaren 50 werd gespeculeerd dat het bestond. Midden jaren 80 is het geïsoleerd, dus ook daadwerkelijk gevonden. Toen zijn ze eerst in de gang gegaan met allerlei, laten we zeggen, natuurkundige zaken die hier interessant zouden zijn, de supergeleidingen, noem maar op. Maar vanaf midden jaren 90 waren ze ook aan het kijken wat het op biologische organismen zou doen. Natuurlijk vanaf planten tot eencellig en gaan zo maar even door. Opgelost in water, opgelost in olie, meegespeeld. Met andere woorden, er werd wel naar gekeken, maar op een heel ander vlak. En zeker niet op het vlak van longevity. Totdat met name ook weer vanaf, laten we zeggen, 2005 wel serieus onderzoek werd gedaan op dieren. Waarvan het meest in het oog springende onderzoek is geweest van professor Moussa. Die zat in Parijs. En dat is goed gedocumenteerd. En daar hebben ze de bekende laboratoriummuis gebruikt. Heel eenvoudig. En ze hebben een groep gewoon gevoerd. Ze hebben een groep voer met olijfolie gevoerd. Geforceerd noemen ze dat. Zodat ze zeker weten dat iedereen of elke muis hetzelfde kreeg. En ze hebben dit spul opgelost in olijfolie. Dat zorgt ervoor, als je een olie oplost, dat het niet kan clusteren. Als het kan clusteren, dan wordt het giftig. Dat zo verwaren ze wel. Als het niet clusteren, is het helemaal niet giftig. En ze hebben het met een doos gedaan die vergelijkbaar is dat een mens 17 jaar lang vanaf middelbare leeftijd elke 2 maanden een dosis zou nemen. En wat er gebeurde, want het oorspronkelijke onderzoek was helemaal niet gericht op longevity. Het was gericht op zou dit spul giftig zijn. Nou, dat was niet aan de orde, want die muizen bleven leven. En ze hebben zelfs met een andere groep nog uitgevoerd dat ze die muizen probeerden te vergiftigen met een cyanideachtige stof. En die muizen waren niet te vergiftigen. Dus die levers van de later... Van de muizen die ze ontleden, bleken gewoon heel erg schoon te zijn. Dus met andere woorden, het heeft een soort Norit-functie, maar dan voor je hele lichaam mooi meegenomen. Maar wat er gebeurde, en daar kwam dit onderzoek eigenlijk zo erg van in de media, dat de muizen die normaal hun voer kregen, ongeveer 24 maanden, leefden, een bekend verhaal. De muizen die de olijfolie kregen, die leefden ongeveer 28 maanden. Dat is ook een bekend verhaal, daarom olijfolie genomen, omdat olijfolie bekend ook voor ons wel best wel aardig spul is. En deze muis die leefde 44 maanden. En zo'n grote uitschieter hadden ze nog nooit gezien, gemiddeld. Dat was zoveel, dus dat die professor, eigenlijk een beetje overdonderd door de serendipiteit hiervan, dat in al zijn bleuheid gepubliceerd, dat heeft een week of twee openbaar gewoon op Google te vinden is dat geweest. En daarna is het merendeel daarvan gewoon gewist, volkomen. En dan bedenk ik mezelf altijd, want als je al je, net zoals waarschijnlijk jullie doen, veel forums naloopt en hier dichtbij zit, dan zie je dat als een soort stipje aan de horizon, een stipje verdwijnt. Maar stipjes verdwijnen dan helemaal, want als iemand een pdf publiceert, dan is er altijd iemand die dat gekopieerd heeft. Maar in dit geval vind ik ook niet een archieven terug. Ja, nu weer wel, omdat wij dat doen. Maar dit was echt een aantal maanden gewoon volslagen van de radar af, weg, over. En het doet mij aan te denken als, zeg dat je een foto van jezelf maakt met je broek op je knieën, met je hoofd erop, en staat op Facebook. We hadden het net even over Facebook met Arjan. Hoe makkelijk denk je dan dat het is als jij die foto van jouw pagina afhaalt om de rest van de wereld ook afhandig te maken? Dat is niet zo heel makkelijk. Sterker nog, volgens mij is het onmogelijk. Toch zijn er blijkbaar partijen geweest die in staat waren om dit in zijn geheel kwijt te raken. Toch niet helemaal, want je hebt wel een paar eigenwijze lieden tussen zitten die dat dan wel weer onthouden. En professor Moussa, die zit daar waarschijnlijk nog steeds niet echt op te wachten, want die komt dus als wetenschapper in een daglicht te staan wat mogelijk verdacht is voor één. Sterker nog, je hebt nu een producent, want ik wilde dit A voor mezelf, B wilde ik dit wel eens testen. Zo'n gek ben ik dan wel, dat ga ik mezelf doen.
Het was heel moeilijk om aan te komen. Je hebt een paar aantal leveranciers die het leveren. En ze zijn allemaal buitengewoon omzichtig met de omschrijving ervan. Omdat eigenlijk iedereen bang is dat hij een auto-ongeluk gaat krijgen op een zebrapad. Met andere woorden, want de resultaten die uit onderzoek kwamen waren niet alleen opzienbaar in de zin van dat die muizen dan 44 maanden leefden. En de oudste moest een spuitje krijgen omdat ze anders het onderzoek niet konden afronden. Maar wat nog veel opzienbaarder was, en dat was voor mij de link maakte tussen longevity, energieniveau, bijvoorbeeld sporten, kanker, Alzheimer, noem ze allemaal op, is dat die muizen die 44 maanden oud werden, en even zeiden de meeste muizen op, die gaan dood aan longkanker, dus een kanker die dan in de longen wordt gevonden. Geen van allen heeft enige vorm van kanker opgelopen. Ze zijn allemaal uiteindelijk overleden aan wat ze noemen total organ failure, dus gewoon de heeflimiet was bereikt. Dat was gewoon over en sluiten, maar dat betekent wel dat die muizen bijna twee keer zo oud werden als een normale muis. Ze kregen geen van alle kanker. Na ontleding hadden ze geen van alle verschijnselen van degeneratie van hersenen. Dus wat wij Alzheimer zouden kunnen noemen. En dat is op zijn minst opvallend. Daarbij kwam, en op het ogenblik ook omschreven, dat wij zijn met z'n allen nogal gevoelig voor bepaalde virussen. HIV-virus een voorbeeld. En heel opvallend vind ik, dat als je goed zoekt op Wikipedia, vind je als voetnoot ergens onderaan, als je Buckminster Fuller invult, want zo wordt hij liefkozend genoemd naar een architect die domes maakt van die sfeers, heel kort en zonder enige vorm van uitweiding, dat dit molecuul mogelijk een HIV-virus onschadelijk kan maken. Of sterker nog, het zeer waarschijnlijk onschadelijk kan maken. En je zou toch zeggen dat met alle zoektochten die er zogenaamd aan de gang zijn om dit soort dingen te bereiken, dat er wat meer aandacht voor zou komen. En dat alles leidde mij ertoe te denken dat er daadwerkelijk iets aan de hand is. Hetzelfde als dat er op een product FDA-approved staat. Als dat erop staat, weet je zeker dat het niet werkt. Het is heel simpel. Die jongens die zijn met heel andere doelen bezig dan wij bezig zijn. Hier, in dit groepje, zijn we daadwerkelijk bezig met open informatie delen. Je kunt het wel of niet met elkaar eens zijn, maar er is geen enkele vorm van censuur. Ik kan dit ook hardop zo zeggen. Nou, dit molecuul is dus, als je het oplost in olijfolie, en je kan daar heel ingewikkeld over doen. Je hebt producenten die want ik moest het voor een groot aantal mensen uiteindelijk gaan kopen. Daar wil ik graag even op reageren. Ja. Wat is jouw mening dan, of jouw visie op een bedrijf zoals Google Calico? Want zij zeggen dat zij hetzelfde doen hebben als jij. Ik ben bang dat als Google iets doet, is het nooit uit liefdadigheid. En bedrijven die niet iets uit liefdadigheid doen, die zijn bezig met winst maken. Nou is winst maken niet vies. Ik heb ook een sportbedrijf, maar het gevaarlijke eraan is dat hetzelfde als de behandeling van kanker. Tegen de tijd, Arjan haalde het net al aan, als er weer gecollecteerd moet worden voor het een of het ander, dan zijn ze plotseling weer in het nieuws. En de laatste bus was, dat is nu een half jaar terug, en ik dacht dat ze het in april doen, dat ze allerlei verschillende vormen behandeling gaan vinden, gepersonaliseerd, voor allerlei soorten kanker. Nee, je bent bezig om weer fondsen te werven. Maar die jongens zitten dus niet op te wachten dat er een middel komt wat niet te patenteren is. Daar zit geen enkele arts op te wachten. Ja, misschien. Ik heb het net uit te googlen. Met dat Calico, want u vroeg dat ook, hebben ze 1,5 miljard in stof, maar wel in samenwerking met de farmaceutische industrie. Exact, dus je moet goed opletten wie er mee bezig zijn. Officieel zijn er wel om iedereen beter te maken met hun medicijn. Ja, wel met hun medicijnen. Maar met hun medicijn, dat is een belangrijk bijzonder. Ja, nu was het, en laten we eerlijk zijn, met een medicijn maak je niemand beter. Op dit moment zijn er alleen de beste medicijnen, als je het al medicijn mag noemen, zijn medicijnen die je eigen systeem helpen jou te helpen genezen. Er bestaan geen medicijnen om je te genezen. Dat is bullshit, dat is onzin, dat is een ding wat door de medische industrie in ons hoofd is gegoten. Er bestaan ook geen medicijnen tegen kanker. En oncologen, hetzelfde verhaal, zijn alleen maar bezig met het rekken. Als je aan een oncoloog vraagt, nou die behandeling die je nu geeft van die bestraling en die chemo, wat doet dat precies voor mij? En ze zou een eerlijk antwoord geven, of je vraagt, zou je het ook aan je moeder geven in dit geval? Nee, maar uit elk kankerpatiënt weet ze 80.000 tot 100.000 euro te trekken op deze manier. En het is constant maar, het doet me vaak denken aan, als je met je hoofd tegen een tafel aanstoot, terwijl je bukt, doe je dat een tweede en derde keer ook nog? Nou, de meeste mensen dus wel. Of als je auto naar een garage brengt.
en je levert je sleutels in, je zegt ja, mijn motor doet niet zo goed meer, die prut ontvat, en je hebt 10% kans dat die auto terugkomt, je krijgt sowieso die rekening wel, maar dat hij het doet. Ga je dan naar die garage toe? Nou, zeer waarschijnlijk niet, maar die ziekenhuizen, de enige garage die wij op het ogenblik hebben, en alle mensen gaan er langs. Terug, genoeg. Maar de overlevingskans van... Dat komt er nog bij. Maar hoe moet ik dit zien dan in het licht van dat wel de overlevingskans van kanker is wel duidelijk een stuk aan het verbeteren. Dat gaat heel snel de laatste 20 jaar. Ja, ja, mensen gaan nog steeds. Als je, Maar wat is de overlevingskans na 5 jaar? Zeg je? Na 5 jaar. Ik bedoel niet een jaar of 2 jaar, maar op de lange termijn. Hè? Als je nu... Alles wat je op lange termijn, momenteel, gaat iedereen dood. Dat is een consensus. Maar wat betreft kanker, dat is zeer duidelijk dat sterven. Dus je neemt altijd statistieken na 5 jaar, dat is een soort gewoonte. En het aantal mensen die van verschillende vormen van kanker sterven, is zeer sterk aan het dalen. Eén voorbeeld is borstkanker. Dat was min of meer 2/3, 66% 20 of 30 jaar geleden, dat is nu 33%. Houden ze ook bij een borstkanker terugkomen? Houden ze ook bij een andere vorm terugkomen? Okay. Vroeger kwam niet terug, omdat de meeste mensen stierven, maar nu, en wanneer je zegt, sorry, maar... medicijnen werken nooit, penicilline, inenting, natuurlijk. Oh, absoluut, absoluut. Natuurlijk, dus maar penicilline dat niet alles werkt, maar... Nee, maar penicilline geeft je lichaam zelf langer de kans zichzelf te regenereren. Snap je? Dus als je zegt, ik heb met medicijnen tegen kanker, dat heb je nooit. Je hebt alleen een mogelijkheid om je lichaam meer kans te geven zichzelf te helpen. Dus ik zie dat precies omgekeerd. Maar... Nogmaals. Maar ik heb nog even een andere vraag, want dit is natuurlijk een eindeloze discussie. Maar die, zeg maar dat complot om dat C60 dan te onderdrukken. Heb je daarover die onderzoeker zelf gesproken? Heb je hem benaderd? Nee, hij laat zich dat niet meer benaderen, simpelweg. Hij is één keer geïnterviewd door een longevity specialist in de Verenigde Staten. Die heeft zelf een bedrijf. Hij heeft één keer een interview gegeven, maar hij is... Refgenetics, toch? Ja, Refgenetics. Ja. Anthony Luera heet hij. Hij is erg beducht om dat te doen. En dat zie je vaak met wetenschappers die met dingen komen die heel controversieel zijn. En te veel afwijken van, laten we zeggen, de norm zoals we kennen. Omdat ze door hun medewetenschappers vaak een zet met het voetje krijgen. Je mag niet te ver afwijken. Dat is zelfs communicatie aan bijvoorbeeld mijn klanten. Als ik zeg... we hebben hier een nanodeeltje en daar ga ik kanker, Alzheimer, weet ik wat mee oplossen. Als ik dat op die manier communiceer, dan wijkt dat zo ver af van hetgeen wat ze verwachten, dat gaat niet meer werken. Dus iedereen, en ook hij, wil zo dicht mogelijk tegen de rand aan blijven liggen wat mensen nu kennen. En slechts een klein beetje afwijken, met mits en maren, want de groep moet groter. Dus en is hij iemand die, weet je dat, was dit zijn eerste onderzoek met C60? Nee, hij heeft er veel langer in gezeten. En doet hij nu nog meer onderzoek naar C60? Ik weet niet wat hij het ogenblik doet. Want dat zou hij zich heel goed kunnen permitteren. Hij zou bijvoorbeeld dit onderzoek kunnen herhalen. Zou hij kunnen doen. Het wordt ook zonder gedaan, maar niet door hem. Ik weet niet of het door hem gedaan wordt. Maar dit, de onderzoek waarvan ik weet, ze lopen niet door hem gedaan. Nee. En ik ben bang, de manier waarop hij in de media kwam, dat voor hem te controversieel was. Het is een hele, vaak zijn wetenschaps, hele schuchtere mensen. En zo kwam hij ook in dat interview duidelijk over. Heel voorzichtig. En is bang. Bang mogelijk over zijn baan. Ja. Complottheorieën zijn altijd boeiend. Maar het eerste aspect is, het artikel is wel online. Nu wel. Het tweede aspect is niet een artikel van de heer Moussa, maar van 3 mensen. En dus de heer Moussa, meneer Koljonas en Henri Swark. En dat is de eerste keer dat ik over een complottheorie hoor. Ik heb al veel complottheorieën gehoord, van reptielen naar veel. Maar dus hier nooit. En er zijn veel problemen met deze studie. Eerst, dat was geen, zoals je zei, geen studie in verband met
levensverlenging, maar in verband met toxiciteiten, sorry. Ten tweede, dat is, er was maar één experiment en dus niemand heeft het opnieuw. Met weinig muizen, dat is wel exact. Ja, exact. En ten derde, in feite weet men, ten derde weet men niet waarom het zou werken. Nee. Oké, dat is een probleem. En vierde aspecten, de muizen die in de testgroep waren, leefden al langer, wat al niet normaal was, omdat het is niet met olie. En dus nu in het algemeen... Wat bedoel je daarmee? Want ik wilde hier zelf ook nog over gaan praten. Want ja. Ik wilde zeggen, straks komen er de standaard tegenargumenten tegen ons als een verhaal. Dan wilde ik al een beetje voor zijn om die ook te noemen. Namelijk hoe jij de wetenschapsresultaten noemde, dat was de werking. Van hé, er zijn muizen, ik kreeg en geen kanker. Ik heb het rapport zelf gezien, schone organen en ze werden ouder. En dan het standaard argument er tegen is volgens mij dat aan de ene kant specifieke gevallen van ouder geworden muizen worden vergeleken met de gemiddelden van een andere groep. En dat vinden ze dan een groot tegenargument tegen jou. Ja, absoluut. Ja. En dat mag. En nu misschien het laatste aspect is, ik ken persoonlijk een paar mensen die al met C60 getest hebben, onder andere één met muizen en dat heeft geen spectaculaire resultaten gegeven. En als het echt, ik zou dolgelukkig zijn dat een product werkt. Ik ga misschien nu zeggen in één woord, mijn overtuiging is geen product werkt. De mens is al 7000 jaar bezig met testen, met verschillende producten aan testen en tot nu toe werkt het nooit. Maar dus C60 zou het werken, je zou al veel ploegen hebben die met dat bezig zal zijn. Ja. Een van de redenen dat Boris ook heb uitgenodigd, is omdat hij niet, is niet een wetenschapper, heeft dus geen officiële wetenschappelijke muizentesten gedaan, maar wel... Ja, daar kom ik op. Dat is voor mij het meest interessant. Ik kan... een wetenschapper zou zeggen, dit weet je pas 150 jaar. Want dan moeten mensen ook daadwerkelijk die levensbron hebben uit. Die moet ook daadwerkelijk ontstaan zijn. Wat ik dus doe, is ik heb mensen, dit algemeen, een grote groep mensen, sporters van Meekwerk, dat kunnen topsporters zijn, dat kunnen mensen zijn die op regulier niveau sporten, gezegd, dit en dit is aan de hand. Ik heb ze ook de keus gegeven, luister, dit is experimenteel, je kan een beetje een naaimachine mee smeren, want dan ben je veilig. Maar voor mezelf ga ik dit in ieder geval proberen, wie doet er mee? Dat zijn uiteindelijk bijna meer dan 200 mensen op dit moment. En verkoopt dat aan de mensen die dat graag willen proberen? Ja, nou verkopen, ik verkoop het ja, want ik moet het zelf ook inkopen. Maar ik doe dat niet om de winst, die zit er ook nauwelijks in. Ik doe het om de mensen de mogelijkheid te geven het te betrekken. Maar doe je daar dubbel blind of niet? Omdat nee, dat kan niet, omdat je natuurlijk... Ja, nee. Dat is een wetenschapper. Hoe ik het zie is het volgens. Zeg dat je, als je, nu wil ik niet zeggen dat wetenschap in de weg staat voor progressie, soms ook wel, maar in dit geval ben ik dus van mening dat we gewoon eens moeten kijken, wat gebeurt er nu als je dit op een groep van inderdaad 200 mensen gebruikt, en hoe reageert ze? Hoe reageert de sport? Wat zijn hun bevindingen subjectief gezien? En al geheel gezien heb ik ze niet van tevoren aangegeven wat hun subjectief beleving zou moeten gaan worden, want dat zou beïnvloeding zijn. Dus ik heb gewoon gezegd, dit middel is gezond voor je, mits je inderdaad het risico neemt, want er zitten risico's aan, dat later blijkt dat het de grootste misvatting uit de geschiedenis was, waar ik persoonlijk niet geloof. Je hebt toch een groot aantal mensen die zeggen, nou wil ik dan proberen. En wat daar gebeurt... Is dit een legaal nu op de Nederlandse markt? Oftewel, stel dat het is, iemand verkeerd zou gaan? Het is met koolstofverrijkte olijfolie. Het is ja olie. Ja, het is gewoon 99,9% olijfolie. En C60 is geen illegaal deeltje. En je zei, het is giftig als het gaat klonteren? Ja, maar dat kan niet in de olie. Dat zou zijn als mensen het zelf kopen als poeder en dan in water gooien. Hmm.
dat lijkt niet handig. Maar goed, dat is niet wat ik mensen in dit geval aanbeveel. En voor de zekerheid, als iemand een potje met C60 poeder zou hebben, roer het niet door de olijfolie. Doe dat vooral niet, nee. Nee, want dan gaat het speciaal proces. Even duidelijk hier, ga niet lopen klooien. Hoe vaak is dit? Een speciaal meningsproces, dat een lang duurt. Wat ik nu gevonden heb, zelf ben ik hier voor mezelf meer dan 3 jaar mee bezig. En ik merkte... Wil je nog wel specificeren? Dat je gebruikt dat elke dag neem je een bepaalde hoeveelheid. Elke dag. Het begon met 1,5 milliliter. Ik tegenwoordig meer, want meer is beter. Dan ik een man voor. want het blijkt bleek uit het giftigheidsonderzoek. Dat zelfs als je een factor 500.000 keer meer zou nemen dan die muizen krijgt, dat het nog niet giftig is. Dus daar hoef je niet zo bang voor te zijn als je dubbel neemt. Maar jullie vinden dat ik hier te diep op inga, maar is daar dan goed onderzoek naar gedaan? Naar een beetje potentiële giftigheid? De giftigheid absoluut wel. Ja? Als je die onderzoek wil, kan je als je naar, er is een professor Giuliani, die heeft in 2012 een hele opsomming gemaakt van alles wat er gedaan is. En die dingen zijn gedocumenteerd. Dus in die zin hoef je niet bang te zijn dat je al vergiftigd bent. Het is een. Ik zei er net tegen dit doet me denken wat ik al jaren ken, de Buckyball. Ja, dit is de Buckyball. De Buckyball, zoals je dat. Leuk om te vermelden, hij is uitgevonden door wetenschappers. Het is een kunstmatig molecuul. Ja. Daar hebben ze zelfs de Nobelprijs voor gekregen. Ja. Maar het komt wel natuurlijk voor, alleen niet zoveel waarde. Even terzijde, misschien een aardige zaak. NASA heeft gevonden dat in het vacuüm van de ruimte de buckyballs voorkomen. En die komen niet zomaar at random voor, maar die komen voor in clusters als opgestapelde sinaasappelkistjes in een magazijn. En daar was zelfs NASA dermate van een indruk dat een van hun onderzoekers de uitspraak deed: het lijkt erop alsof het aan de basis van leven staat. Wat weer voor mij een link is naar de effecten die het heeft op organismen. Je gaat even heel snel voor mij. Sinaasappel is... normaal komen... Het komt niet... In het vacuüm van ruimte, het woord vacuüm bestaat bij het gratie van dat er niks is. Ja. Maar goed, er blijken dus wel dingen te zijn, waaronder die buckyballs, maar die zweven niet los rond. Die zijn geclusterd als opgestapeld, als sinaasappels in kistjes. Waar exact, dat zou je aan de wetenschap moeten vragen, maar ook echt op specifieke plekken vinden ze dat in clusters. In de ruimte. In de ruimte. Als je dat wil vinden, kun je bijvoorbeeld googlen C60 in space. Ik heb die CO Live. Ik was Pixies Space. Ja, nee, je kan als je NASA of C60 NASA in space, dan vind je hem ook. C60. Dat nu is interessant, want dan krijg je ook een hele discussie. Die was even kort over of het natuurlijk ontstaan van het geel nou door een god is of door een enorme knal. Want als iets er zo gepland zou liggen, dan zou dat ook weer een implicatie kunnen hebben. Dus dat was korte filosofie daar. Maar voor mij was het dus interessant, wat doet het nu op die 200 mensen? En van sommigen krijg je terug van het doet niet zoveel voor me, dat zijn niet zoveel. De meeste mensen rapporteren stuk voor stuk en onafhankelijk van elkaar, omdat ze ook niet allemaal bij elkaar wonen, leven of in dit geval soms trainen. Dat ze meer energie ervaren, nou goed, dat is heel subjectief. Dat ze minder slaap nodig hebben, dus dat ze met minder slaap af kunnen, dat ze zichzelf dus opgewekter voelen. Voor mannen, voor vrouwen heb ik dat nog niet gehoord, maar misschien zijn die wat minder in, meer libido. Wat erop zou kunnen wijzen dat onder andere testosteronniveaus omhoog gaan, maar dat zijn allemaal dingen dus te onderzoeken. En dat gaat nog wel even zo door. Er zijn allerlei effecten die mij erg op doen wijzen dat er in dat lichaam wel degelijk processen aan de hand zijn. Dan heb je wetenschappers die gaan willen weten waarom dat dan zo is. Of A, of dat zo is. B, als het zo is, waarom dan precies? En daar zijn op dat moment bijna... Ik heb er heel veel theorieën over in ieder geval. Waar ik me ver van hou, omdat dat echt speculatie is. Voor mij is het geen speculatie dat dit gebeurt met mensen. Ik zie het sterker nog. En opnieuw hetzelfde wat mij met respiratoren overkwam met de buckyballs. Jaarlijks heb je, en dat is een leuk dingetje, misschien heeft iemand ooit wel eens in een fitnessclub zo'n roeimachine gezien met zo'n luchtrad waar je op roeit. Die zijn heel nauwkeurig. Die meten heel nauwkeurig tijden. En ik ben nu
44 jaar, geen 93 helaas. Toen ik begon met de C60, de Puppy Balls, toen was ik, laten we zeggen, op landelijke schaal, je hebt een Nederlands kampioenschap die dingen, en daar ben ik al vanaf mijn 25ste, kom ik daar, was ik een leuke subtopper. Niet meer en niet minder. En mijn voedingspatroon is stabiel, alles is stabiel. Mijn training is stabiel, behalve dan dat ik ouder word. Dat is niet stabiel. Dat gebeurt. Dus op mijn leeftijd valt het niet echt te verwachten dat je prestaties neerzet die stijgen in plaats van langzaam maar zeker consolideren of dalen. Sterker nog, je wordt vaak door 20's natuurlijk voorbij gestreven op een gegeven moment. En tot mijn grote verbazing was het al na een aantal maanden zo dat ik tijden roeide die ik nog nooit had geroeid. En tot mijn nog veel grotere verbazing werd ik Nederlands kampioen op die machine. Ja, weet je, of je door een dopingcontrole heen was gekomen, is niet duidelijk. Want voor hetzelfde geld, of het zijn de buckyballs zelf, maar er is in ieder geval iets in je lichaam aan de hand, wat maakte dat je in één keer op een tijd van, laten we zeggen, normaal 3 minuten en 10 seconden, 1000 meter roeien, naar de 3-4, 3-3, dat zijn zulke grote gaten, dat gewoon dopingachtige prestaties zijn. En dat gebeurde mij niet alleen, dat gebeurde dus heel veel sporters die dat gebruikt. Die werden niet alleen sterker, maar die konden dingen ook veel langer volhouden. Waarom? Daar durf ik niks over te zeggen, maar dat het gebeurt en dat het ook geen placebo-effect kan zijn, want je kunt wel placebo denken wat je wil in topsport, maar dat gaat niet werken. Maar dan ben je ook meer alleen voor je gaan rijden? Nee, behalve dan gewoon het spul daar, maar dat is 1,5 milliliter per dag, dus dat kan ook niet zijn. Maar de smaak ook. Het smaakt een beetje, het smaakt natuurlijk naar olijfolie, maar er zit een bijt aan. Dus als je bijvoorbeeld een wat zere keel hebt, verkouden bent, bijt het. Maar het heeft dus een effect, denk ja, jij? Ja, wat voor wat mij betreft hier, voor wat ik merk. Nee, okay. Maar als iets een effect heeft, dan heeft het in potentie, dus kan het ook dus daarnaast toch een schadelijk effect absoluut hebben. En vooral met dit soort dingen. Omdat je ook, net zoals ik, 1000 wil worden, op de lange termijn. Ja. En heb je dan niet het idee dat je een te groot risico neemt? Dus je neemt iets en je ziet inderdaad een positief effect. Nou, ik neem direct van jou aan dat kan zijn. Ik hoor er ook positieve dingen over. Maar dan moet je direct rekening houden met het feit dat dus ook een... Exact. En wat ik me dan voor mezelf, maar dat is een persoonlijk ding, bedenk is het volgende. Als dat zo zou zijn, dan zouden we in ieder geval... op die dierproeven zou je al gezien hebben dat er ook effecten, daar had je verwacht dat er effecten zichtbaar zouden zijn die negatief waren, die zijn er niet. Daarbij, als ik op deze manier zoals ik nu leef, 80 word, in de plaats van 250, dan zet ik mijn handtekening nu. Ja, maar je kunt ook over 10 jaar kanker krijgen. Dat is best mogelijk. Maar en over die veiligheid uit de studies, misschien mag ik het zo een anekdote vertellen, dat in 1998... Toen begon ik kaal te worden. En ik ben een zeer ijdele man en ik ben journalist. En toen ben ik gaan uitzoeken op internet. En toen kwam ik gelukkig, tot mijn grote geluk, op een medicijn, finasteride. Dat mannelijke kaalheid stopt. Gewoon stopt. Het was toen in de testfase, maar dat werkt 100% zeker. Sindsdien slik ik dat middel. En er zijn tienduizenden, honderden, duizenden mannen met mij die dat slikken. Je hebt ook een website waar je dat deelt, toch? Die informatie. Ja, precies. Zou je even willen vertellen welke website dat is? Dat mensen kunnen bekijken? Dat is www.dehoudbareman.nl. En ik ben altijd erg enthousiast geweest over dat middel. Ik heb wel altijd een... want ook, precies omdat wat jij beschrijft... heel goed en degelijk onderzocht. Nou, het is zelfs door alle officiële studies heen gekomen, de giftigheidsstudies, noem maar op. Allerlei klinieken, duizenden proefpersonen, veilig. Hè? Ik heb altijd wel een idee gehad van ja, het is en blijft een medicijn. Ik heb precies jouw ideeën erover, medicijn kan nooit goed zijn. Maar nu... komen er toch allerlei geluiden uit, nu het dus datzelfde middel 10, 20 jaar lang wordt geslikt door allerlei mensen, dat middel veel meer doet dan alleen maar dat hormoon remmen waardoor je kaal wordt. Nee, blijkt nu, het blokkeert allerlei andere hormonen ook. Bijvoorbeeld hormonen die je hersenen moeten beschermen tegen Alzheimer en Parkinson. Ja. Bijvoorbeeld... Het moet hormonen die je cellen moeten beschermen tegen suiker.
En er zijn ook nu, komen nu, en ik praat nu over 20 jaar na dato, hè, allerlei aanwijzingen en studies waaruit blijkt bijvoorbeeld dat, dat finasteride botontkalking veroorzaakt, insulinegevoeligheid vermindert. Is het een chemische stof? Het is een chemische, absoluut. Ja. Is chemische, ik vind het andere hiermee, dat dit al bestond voordat wij waren. Ja. Dat vind ik wel een groot verschil, zeg maar. Nee, maar goed, ik wil even aangeven, dat zeg maar dat wat jij uitlegt. Ik vind het heel moedig en ik vind het sympathiek ook wat je doet. Alleen ik heb wel, ik vind het dat je ook echt een enorm risico ervan meeneemt. En je kunt je afvragen, of het moreel verantwoord is wat jij doet, dat jij dus 200 mensen, dat jij het alleen doet, prima. Maar dat jij 200 mensen toch als het ware erin praat om met je mee te doen, dat vraag ik me af of dat oké is. Ik geef je wat jij hier zegt, is ook altijd mijn verhaal, zit er altijd in. Maar dat is er met de normale medicijnen toch precies hetzelfde, maar veel erger, denk ik. Ja. Maar de belangen van grote bedrijven zijn veel groter dan zijn belangen. Nee, maar goed, je moet even zelf nadenken. Kijk, ik ben zelf enthousiast over dat finasteride. En heb dat ook beschreven op in mijn boek en op mijn website. Wel met mijn twijfels erover. Maar nu moet ik tot de conclusie komen. Ga ik toch anders over denken. Zal ik het ook uiten. Mea culpa, ik denk er nu anders over. Mag ik je een wedervraag stellen? Wat vind je ervan dat in Amerika een van de grootste doodsoorzaken is dat mensen sterven aan FDA goedgekeurde chemische substanties? Daar hoef je mij niet van hoog te overtuigen. Dit verhaal ben ik helemaal met jullie eens. Het enige is dat ik... Dat is ook een risico waar ze mensen in praten, zelfs de huisartsen. Nee, absoluut. Dat systeem niet deugt, dat hoef je mij niet van te overtuigen. Ja. Het enige wat je moet afvragen is dat jij hebt je erin in verdiept in deze materie. Je kent de voor's en tegens, min of meer. Maar, en wij zijn hier allemaal altijd, ik vind van mezelf dat ik goed geïnformeerd ben op dit soort vlakken. En ik kan door jouw verhaal zelf inschatten van, zal ik het risico wel of niet nemen? Maar een leek, een gemiddelde sporter, jij vertelt zo enthousiast jouw verhaal over een bakje. Ja, exact. Ik snap wat je bedoelt. En ik sluit me in dit geval aan bij onder andere Berend. Ja, ik geef die informatie, ik ben daar ook eerlijk en open over. Of mensen zelf kunnen inschatten wat de risico's zijn, dat kan ik nooit helemaal inschatten. Of dat ze op mijn bruine ogen geloven dat dit goed voor ze is. Maar inderdaad, als je kijkt wat op het ogenblik in het gemiddelde ziekenhuis, waarschijnlijk hier op 500 meter al wordt gedaan, dan voel ik mezelf niet vreselijk schuldig, als je het zo zou omschrijven. Alleen door een team met de jas aangetrokken hebben, mensen vergiftigen en dingen voorschrijven waarvan ze bij voorbaat al weten dat het gewoon echt troep is, dat vind ik vers. Ik denk dat de kansen die we hier hebben, laten we zeggen, als je al een risicoanalyse zou maken, de kansen die we hiermee hebben, vele malen groter zijn dan alles dan een heel groot gedeelte van de dingen die gewoon dagelijks worden voorgeschreven. Kijk naar gevolgen van medicijnen tegen ADHD of tegen, noem het allemaal op, slaapproblemen. Wat daar wordt voorgeschreven, dat vergift gewoon een bevolkingsgroep. Nee, dat verhaal ken ik ook, maar ik vind dat je dat er heel duidelijk bij moet zeggen. Maar daar heb je absoluut een. En jouw theorieën die je hebt van de medicijnen pas je eigenlijk zelf toe. Ja. Je verdient er zelf ook geld mee. En je zegt het is een kleine marge, maar supermarktketen zijn groot geworden. Ja, nee, maar ik alleen dat is, ik ben niet degene en ik wil ook niet degene zijn die dit verkoopt. Op het moment dat dit groter wordt ben ik gelijk weg, want ik wil gewoon een sportinstructeur zijn. Dus ik ben de enige reden dat ik dit op dit moment doe, is om ervoor te zorgen dat als ik dit breng, dat mensen ook daadwerkelijk een mogelijkheid hebben om het te doen. En op het moment dat er meer partijen komen doen, ben ik de eerste die weg is. Onbelangrijk. Maar in hoe het ook afloopt, jij hebt er altijd voordeel bij. En degene die in de zin van als het slecht afloopt, heb je de tijd kunnen verkopen. En loopt het goed af, is het hartstikke mooi natuurlijk. Dus jouw belang is altijd goed. Maar dat geldt niet voor die 200 mensen die meedoen natuurlijk. En dat is een hele verantwoordelijkheid. Maar belang dat het wel werkt, wat dan? Wil je nu eerst gaan afwachten? Hoe is het anders dan inderdaad de veel grotere homeopathie-industrie die mensen die echte problemen hebben een hele dure potjes water verkopen? Nee, maar dat durft ook niet. Nee, maar ik denk dat het ook meer de vraag is. Dat durft het risico te nemen.
Ik denk dat het grote probleem is dat mensen denken dat bij de huisarts dat het dan goed is. Ja. In het ziekenhuis, dan zal het goed zijn. Nou, ik vind het geruststellend dat Boris heeft gekeken, is het C60 deeltje giftig? En al langer dan dat ene muisonderzoek, maar gewoon tientallen jaren is gebleken dat dat stofje niet giftig is en olijfolie ook niet. Daar worden mensen zelfs ouder van. Waarom het is zelfs de oudste mens ooit, 120, 122, Jean Camon, 122, had de gewoonte om een kilo chocola per week te eten. Maar ook dagelijks olijfolie. Olijfolie is gewoon top. Dus er is niks mis mee. Maar het is experimenteel. Absoluut. Het is geen medicijn, het is geen voedingssupplement dat goedgekeurd is. Ik heb je filmpjes gezien, je zegt er altijd gewoon bij, het is geen officieel product dat je in de winkel ziet met een goedkeuring en ik probeer het uit als experiment. En je laat aan de mensen zelf om te beslissen. Nogmaals op jou, ik meld het echt wel. Hè. Ja. En dat mensen zelf die overweging kunnen maken, dat kun je in het midden laten. Maar dat geef ik je ook terug met de overweging, want op het moment dat het een witte jas aan heeft, kan het dat dan wel. Nou, je moet je volgens mij voorstellen van stel, dat nou over 10 jaar of over 5 jaar mensen leukemie krijgen. Ik noem maar wat, in jouw groep. Ja. Heb jij dan nog steeds het gevoel, jongens, die mensen hebben hun eigen keuze gemaakt? Nee, dat zou absoluut afschuwelijk zijn. Ja. Dan begin je te lijken op de farmaceutische industrie en dan moet je vanaf dat moment daar eerlijk in zijn. Absoluut. Maar stel nu dat het wel waar maakt. Dat het allemaal. Nee, ik snap het. Dat snap het wel. Zou je het zelf proberen? Ja, ik probeer het. Okay. Maar dat is iets anders. Maar ik zal het niet. Ik zal eerder, als ik hierover zal schrijven, zal ik meteen zeggen van het is eigenlijk een kamikaze piloot actie die ik nu doe. Eigenlijk is het is leuk. Het is, ik, dat ik het op mij. Desalniettemin, ik zal niemand aanraden. Om mij hierin te volgen. Ja, ik denk dat het verstandig houden is. Ja. Je hebt ook wel eens met hormonen geëxperimenteerd op jezelf, toch? Daar positief effect uitgehaald, maar het is ook een risico. Ja, ik beschrijf ook in mijn boek, ik gebruik ook nu nog steeds hormonen. Ik ben ook van overtuigd dat dat gunstig is. Ja. Maar ik beschrijf ook heel duidelijk dat daar de meningen binnen de wetenschap compleet over verschillen. Kun je die zo kopen in Nederland? Sommigen wel, anderen niet, maar meestal op voorschrift. En hebben die bijwerkingen soms? Ja. Draait je dan over testosteron, DHEA, dat soort dingen? Ja, groeihormoon, dat soort dingen, schildklierhormoon. Vanuit de theorie dat als je ouder wordt, dan dalen je hormoonspiegels en dat heeft een schadelijk effect. Maar hoezeer ik daar ook in geloof, en daarom gebruik ik het ook zelf, en ik kan het ook wel mensen aanraden om ook te doen, maar je moet er wel, ik zeg er dan wel heel luid en duidelijk bij van de meerderheid van de wetenschappers die zich hiermee bezighouden, die verklaren je voor gek dat je dit doet. Ja, vinden dat echt gevaarlijk. Ik weet niet hoe jullie daarin staan, ik zei het net met Arjan, als een meerderheid van de wetenschappers ergens absoluut van overtuigd en zegt dat het absoluut de waarheid is, dan moet je altijd heel goed naar de minderheid kijken. Ja, nou, dat ben ik wel met je eens. Maar... Nou, ik even het eigen parochie. Vorig jaar juni kreeg mijn vrouw borstkanker. Dus ik heb van alles gelezen over van allerlei onderzoeken. En precies wat jij zegt. Goh, dan sta je dus voor de keus. Oké, wat ga ik doen? Ga ik het alternatieve circuit in? En je weet niet wie je moet geloven. Hè? En je hebt de medische wetenschap die je ook misschien niet kan geloven. Het enige is, die gaan van statistieken uit, hè. Die hebben toch, die inschatting hebben wij gemaakt, tenminste in ieder geval mijn vrouw en ik dat beaamd, van oké, het huidige medische systeem probeert in ieder geval te bewijzen waar ze in geloven. En wat ik ontdekt heb, en als het echt om je eigen leven gaat, en je schrik je helemaal kapot, hè, als je zo'n boodschap krijgt, en je leest al die mensen die zichzelf genezen hebben en allemaal boeken, dat is N=1. Dat is lastig om daar keuze op te maken. Dus ik denk dat ik een jaar geleden, of anderhalf jaar geleden, iets anders zou zeggen dan dat we de keuze gemaakt hebben. Want op een gegeven moment hebben we gewoon de chemo, nou, dat is een bestraling allemaal doorgemaakt. Nu met hormoon. Dus je gaat het traject aan, omdat er zijn wel alternatieven. Als je skin in the game is, dan praat je ineens heel anders. Ja. En dat is het lastige
van deze ontwikkeling natuurlijk. En ik vind het gaaf dat je dat doet. Maar wij hebben het risico niet genomen. Of hebben we het risico wel genomen? Ja. En dan is het ineens heel erg moeilijk en lastig. Ja. Dus, maar je zegt, ik zou er nu anders in staan. Nee. Voordat Esther Boskakker stond ik er anders in dan nu. Ja. Maar zou ik veel vrijer over het alternatief spier. Ja, tuurlijk. En hoeven en noem maar op. Dan sta je ineens voor die keus. En dan ga je er toch. En ik vind het nog steeds boeven. Maar in ieder geval ga je een traject in om de statistieken voor je spreken, denk je. Het luistert naar iemand met een witte jas is ook een placebo. Oh, nee, maar dat. Dus als je daardoor genezen is. Ja, en op een gegeven moment wil je ook geloven waar zij in geloven, omdat je dat rust geeft. Hè? Want om. Maar eigenlijk raak je aan een heel interessant onderwerp. Dat raakt ook een beetje, dat raakt een beetje aan jouw verhaal, denk ik. Dat, en dat vind ik zelf ook fascinerend, mijn achtergrond is in de journalistiek. Is dat je eigenlijk als consument niet meer. Er is zoveel informatie dat er eigenlijk niks meer is. Dus je weet niet, bijna iedere bron, en dat geldt helaas ook voor jou nu, omdat je toch verkoopt, hè, vrienden nauwelijks aan. Nou, het woord dat ik hoor is nauwelijks. Dat is dus iets. Dus je weet niet meer van. Bij iedere bron heeft een soort belang om informatie te spinnen. Mm-hmm. Dus dat is nog maar heel. Zelfs tijdschriften en kranten. Daar worden, die staan steeds meer onder druk. He, dus om aan geld te komen. Om geld te verdienen. Dus er moet steeds meer. Adverteerders. Zich naar adverteerders toe buigen. Op internet geldt natuurlijk hetzelfde, of nou, gratis informatie bestaat niet, dus er is niks gratis op deze planeet. Dus is dat zo? Volgens mij hebben we het vandaag over Wikipedia gehad. Ja, er zijn wel dingen gratis. De stelling van Pythagoras mag je gratis gebruiken. Ja, maar goed, maar wat is jouw antwoord hierop? Als je medische tegenwoordig. Ik gebruik al 20 jaar open source. Een aantal stukken van de allerbeste soorten software op deze planeet. Het draait trouwens inmiddels de halve planeet op. Die is gratis op dezelfde manier zoals de stelling van Pythagoras gratis is gemaakt. Mm-hmm. Dat is gecodificeerde kennis in een specifieke computertaal, maar dat is een detail. Die wordt weggegeven door mensen omdat ze denken dat dat voor henzelf en voor de rest van ons allemaal beter is. Mm-hmm. Dus er zijn heel veel dingen gratis. Er zijn ook heel veel ecosystem services die wij krijgen van deze planeet voor gratis. Dat rekenen we nooit in de economie mee, daarom zijn dan de berekeningen ook zo bullshit. Maar dat is heel veel gratis. Maar kennis vooral is heel makkelijk om gratis te doen, hè? Geen marginale kosten. Maar als jij kennis weggeven, dan heb ik het nog. Maar stel dat jij kanker hebt, hè, krijgt. Ja. En met jouw kennis. Hoe, van corrupte farmaceutische industrieën en falende ziekenhuizen. Maar hoe zou jij dan aan je informatie. Hoe zou jij objectieve informatie dan proberen te bemachtigen? Ik denk dat ik dan toch. Nou, ik ga denk ik inderdaad zelf flink erop los surfen. Maar ik denk dat ik ook inderdaad wel met een paar mensen ga praten. Wat niet wil zeggen dat ik al die mensen dan vertrouw. En ik ga met verschillende praten. En als daar hele verschillende meningen zijn, dan ga ik daar nog eens even over doorpraten. En op een gegeven moment denk ik gewoon aan een beslissing van, nou, wat denk ik hiervan? En er is heel veel mis met oncologie. En het KWF is ook mijn klant. Namelijk wil je echt niet weten wat je dan allemaal hoort van binnen. Aan de andere kant. Ja, ik heb toch het idee dat inderdaad een heleboel mensen in ieder geval later significant laten doodgaan. Dat als we in Nederland zouden zeggen, nou, we doen die behandeling allemaal niet meer. Het zal wel heel veel geld schelen trouwens. Hè? Ja. Heel veel geld aan het leven business. Maar met name voor patiënten pak een beetje onder de 50, zijn ze toch wel de moeite waard vaak. Dat, ik heb een Spanje, een goede vriendin van mij, die heeft ook borstkanker gehad. En nou, die is er helemaal doorheen gekomen. Heeft wel 3 jaar van het leven gekost. En een borst. Maar nou ja, het lijkt erop dat haar verdere levensverwachting niet lager is dan die daarvoor was. En of dat zo is, dat moeten we zien. Maar kijk, de farmaceutische industrie heeft natuurlijk belang bij chronische zieken. Ja. Ja, want het is veel beter om spullen te verkopen aan chronische zieken, want het is de ultieme vaste klant namelijk. Zoals HIV-patiënten? Is bijvoorbeeld een goede klant, toch? Potentieel wel, ja. Nou ja, in het Westen ook. Ik heb het niet over complottheorie, maar ik zeg wel, dat zijn goede klanten. Die brengen uit het omzet binnen. Nou ja, ik kreeg op mijn 31ste een hartaanval. En uiteindelijk kreeg je allemaal van die pilletjes, beta-blokkers en alles. En cholesterolverlagers.
na 3 maanden heb ik gezegd, dat ga ik allemaal niet meer doen. En dat is dus 17 jaar geleden. Nu 16 jaar geleden. En ik kreeg voor 1,5 jaar geleden een oproep van mijn dokter. En toch maar even de pillen checken en bloedonderzoek. Want ik moest niet van geen drie pillen, maar 5 pillen eigenlijk. Ja, en ik ben echt druk op me gezet om dat te doen. Ik heb het niet gedaan, omdat ik niet geloof in die onzin. Maar ja, dat kan je haar niet wijsmaken. Maar, dus ja, maar ik besluit het zelf. De medische space in Nederland is de enige ruimte waar we het volstrekt normaal vinden dat de verkoper van de producten en de dienst ook de adviseur is die bepaalt of je het product en de dienst nodig hebt. Dus het eerste wat ik altijd zeg bij mijn klanten, IT-strategie, scheiding van advisering en productleverancier. Als je dat mixt, je hebt daar ook niks van banken. Dat toch kunnen. Ja, nou ja, goed. Ja, dat verhaal. Medicamenten toch komen. Maar ik heb bij de DSB gewerkt. Oh. Is geschreven in kantoor. Ik heb mijn eigen producten. Geen eigen medicijnen meer verkopen. Dat, is, dat mag niet meer. Sorry? Een arts mag niet medicijnen verkopen in Nederland. Dat mag ze volschrijven, maar niet verkopen. Nee, dat is duidelijk. Dat is om deze reden gescheiden. De huisarts met een apotheek. Vrouw de apotheek en hij de huisarts. Dat mag niet. Huisartsen, dat is een oncoloog. Huisartsen, dat is 2% van de huisartsen. Maak even voor, we passen zouden niet de tijd van Boris annexeren. Ja, het is juist interessant. Ja, dat klopt. Is je verhaal rond? Ja hoor, het is rond. Ik vind ook met name jouw vraag heel interessant over hoe zie je dat op lange termijn. Dat is een hele redelijke vraag van mensen. Ik denk ook dat de discussie achteraf dus heel erg interessant daarover is. Ja. Maar ik had even gehoopt dat deeltje, dat je dat gewoon nam en dat je dan van die spiermolen krijgt. Nee, helaas niet. Ja. Maar wat ik wel kan zeggen is dat met een zekere discipline het wel helpt. Dat heb ik dan weer last van. Dat ja. Sorry, Boris, je hebt hier niet al gemist, want ik moest nog even naar een ander gesprek voor, maar misschien heb ik het gemist. Maar gewoon even, wat een Nederlandse vraag, wat kost me dat? Is het per dag of per maand? Of hoe je praat over hoogstens €30 per maand. Oh. En dat is natuurlijk de farmaceut gesproken, dat is 1. Dat is niet patenteren, het is goedkoop. Maar ik heb nog wel iets aan toe te voegen. Ik heb. Jij doet het voor €27. Ik heb. We verdienen er nauwelijks aan. Ik weet niet of jullie Jim DeFares, of die naam jullie iets zegt. Maar dat is eigenlijk een van de eerste anti-aging artsen in Nederland. Die man, ik heb hem ooit geïnterviewd in 1986. En toen was hij al 60. En ik heb hem onlangs opnieuw gesproken. Stock out, maar nog helemaal going strong. En hij functioneert nog als arts enzovoort. Maar ik vroeg hem, van God, wat zijn nou van alle dingen die je hebt gedaan, nog steeds doet dan de dingen waar je het meest in gelooft qua life extension. En hij heeft celtherapie gedaan en gelaatstherapie. Hij is ook op slijk gehad in zijn leven. Absoluut, absoluut. En, maar hij noemde de C60 als het beste middel dat hij ooit was tegengekomen. Hij heeft ook regeneratie in zijn eigen lichaam meegemaakt. Dat hij bijvoorbeeld door je nagels had die weer terugkwamen. Hij heeft mij die nagel laten zien. Tijdens het gesprek kwam zijn voet op tafel. En toen toonde hij. Hij vertelde dat hij dan altijd, eigenlijk al vanaf zijn 40 of zo, had hij een nagel die door een ongelukje kapot was gegaan en niet meer was bijgegroeid. Dus had hij zo'n zwart half maandje. En sinds hij C60 slikt, is het weer helemaal uitgegroeid tot een hele nagel. En hij vindt dat zijn haar er ook heel goed op reageert. Ja, maar dit zijn subjectieve. Ik vind het een hele sympathieke man. Nou ja, wat je van de fase kunt zeggen, want mijn oorspronkelijke belangstelling voor longevity gewekt door die vraag, werd daarna gevoed door de fase. Ja. Dus ik was echt een grondlegger. Veel mensen, als je niet kent, van deze. Ja. Nog één, misschien heel kort herhalen wat het nou precies doet? Nou, wat het precies doet is onduidelijk. Hoe het precies doet is onduidelijk. Wat het precies doet, botweg gezegd, is het lijkt er sterk op dat het cellen beter in staat stelt te produceren en mogelijk zelfs te regeneren. Ja, maar jij zei het niet, hè? Ja. En of het al niet semi-permanent aanwezig blijft, want dat is natuurlijk ook een vraag, dat zou dus een eerste vorm van een soort cybernetisch kunnen zijn. Ja. Dus dat het daadwerkelijk passeert de bloed-hersenbarrière
Het gaat zeer waarschijnlijk in de wanden van je mitochondriën zitten, dus het blijft ook deels in je lichaam aanwezig hier voor een aantal weken. Dat is wel de consensus. Ik heb ook wel eens in jouw lezingen gezien dat je het hebt over cycloastrogenol, ja. Astragalocide, ja. Als ik het ongeveer goed zeg. Ja, is het precies. De telomereverlengers. Ja. En volgens mij zijn we daar, ja, is daar ook een Nobelprijs rond die wetenschap op uitgekomen. Die nemen trouwens wel afstand van het gebruik, zoals daar nu ook weer, vanwege hetgeen wat je aangeeft, we weten het niet. Maar dus het is nog twijfelachtig of je daar ouder van wordt. Of dat je er is één bedrijf die maakt serieus geld mee, dat is TH65. Die zijn ook heel duur. Ik praat in dit geval ook niet over low hanging fruit. Met name cycloastrogenol is chemisch moeilijker te maken, dus is ook vrij kostbaar. Je kunt echt praten over honderden tot duizenden euro's per maand. Maar gebleken is wel, en dat is met name weer het afgelopen jaar, dat er wel degelijk significante bewijzen zijn uit gefundeerde onderzoeken onder, natuurlijk van TH65 zelf, natuurlijk altijd weer onder de loep omdat het door een bedrijf gesponsord is. Maar welk onderzoek is niet door niemand gesponsord, dat is ook moeilijk. Maar wel echt gewoon goede onderzoeken waaruit blijkt dat het wel degelijk effect heeft, alleen om op mensen te kunnen aantonen dat het ook daadwerkelijk het effect heeft van onder andere longevity, moet je weer de tijd nemen. Ja. Je hebt een bedrijf, ik weet niet of jullie daar eens van hebben gehoord, lifelength.com, erg grappig. Die halen uit, als je een bloedmonster opstuurt, kunnen ze telomeren meten. Maar dan heb je natuurlijk ook weer een discussie, hoe nauwkeurig is dat precies als je het uit het bloed haalt. Maar dat soort onderzoeken wijzen wel uit dat in ieder geval de onderdelen als galoxide, cycloastrogenol, inderdaad een in ieder geval beschermend en mogelijk zelfs telomereverlengend effect hebben. Aan deze afsluiten. Super bedankt. Mag ik nog één vraag? Waar kunnen we jou volgen van de. Wat we gaan doen, dit wordt opgenomen. Per spreker gaan we een blog maken, ook op Permanent Beta. Daar gaan we ook allemaal linkjes bij zetten, zodat dat een soort startpunt wordt voor onderzoek naar meer. En als jullie daar dan weer op reageren, als je denkt van nou, dat is ook interessant. En dan gaat er, volgens mij hadden we ook de afspraak dat we een verkoopadres, bijvoorbeeld van welke spreker dan ook, niet erbij zouden doen. Maar natuurlijk mogen jullie het onderling aan elkaar vragen. Ja, nou, maar goed. Dat is een beetje krampachtig, maar ja. We zouden er geen commerciële talk van maken. Dat was volgens mij de. Nee, maar op een gegeven moment, als iets leidt tot interesse voor. Je hebt volgens mij ook goede informatielinks op jouw website. Dat zijn onderzoeken. Weet je, als er 201 mensen deel willen nemen, graag. Ja. Dankjewel. Ja, super bedankt.